Weet je, ik heb al eens eerder een militaire bijzetting meegemaakt in Nederland. Nou ja, dat haalt het belangen aan niet bij hoe ze dat hier in Zuid-Korea regelen. En hij zit hier in het grijze tasje. Ja. Hoe ben je erachter gekomen dat dit de laatste wens was van... Dat heeft hij altijd wel gezegd. We moesten hem uiteindelijk... moesten we hem naast ons in het vliegtuig op de stoel zetten. Want wij vroegen dus of ze hem ergens op konden ruimen. Ja. Dat het ding niet omvalt. Ja. Ik zei iets over degene. Ik zei, gaat hij open? Kunnen we de boel bij elkaar vegen? Dat wij dat niet gaan doen. Dan gaan we het uiteindelijk hebben we hem naast ons... Wij hadden met z'n twee hadden we drie stoelen. Dus hij stond in het midden. Had ik de band eromheen gedaan. Maar hij heeft niet meer gefotografeerd. Dit is Annelies. She flew to Korea with her brother Bernard to lay her father's ashes at the UN Memorial Cemetery in Busan. This was his last wish, the wish of a Korean War veteran. In this video, I follow the brother and sister during their first visit to Korea, until the time of the burial. But let's start with traditional Korean clothing, hanbok. Last one word. Ready? One, two, three. Nou. Jullie zien er heel mooi uit. Jij hebt er een gevonden? Ja. Ik heb me laten adviseren. Yeah. No, she did. Yeah, she you can trust her. She done this many times. You choose this better, color. The next visit is to the National Cemetery of Seoul, where we pay our respect to the deceased Korean veterans. The ceremony ends with an impressive show, and Bernard, a professional soldier himself, is very impressed. What was it? Yeah. Wow! Maar dat was back je mond verlost, joh, wat zij daar doen. Ja. Wow! Ik heb het ook nog niet eerder gezien. Ik zou je vertellen, daar zitten uren in. Ja. Uren. Ik heb... ooit moesten wij... exercitie oefenen voor een vaandeldag, wat eigenlijk helemaal onze core business niet is. Ja. Maar vanwege omstandigheden zouden wij dat gaan doen. En daar hebben wij echt wekenlang, 2-3 uur per dag, hebben wij alleen maar alles op de maat, op de maat, op de maat. Ja. En ik liep zelf met het vaandel en dan krijg je dus ook al die handelingen met de vaandel. Ja. Geweldig. To end the day, the family looks for souvenirs in Insadong. And the choice finally falls on the Andong soju, also one of my favorites. Soju is gekocht. Jazeker. En die gaat mee naar Nederland. Andong soju. Kijk. Ja. Wel de lichte kleur. Je hebt de bruine kleur en de lichte kleur. Ja, maar ik heb me laten vertellen dat deze dichtst bij de originele smaak komt. Ja, 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 leuk souvenirtje. Ja, blij mee. Samdaan hier aan. The Andong soju is for home, so I give them the cheaper version for the evening to drink on the first impression. Prost! Jamisul, Red Cap. At least I can try soju tonight. Goedemorgen. Heeft hij gesmaakt? Heb je geprobeerd? Ja. Ja. Dankjewel. Dat was helemaal niet sterk. Helemaal niet sterk? Nee. Oh, dan gaan we een niveautje omhoog de volgende keer. At the National Museum of Korea, we look at beautiful Korean historical artifacts, but also this, a museum robot. Die robot? Die heb je ook op het vliegveld. Ja? Daar kun je mee praten, als het goed is. Ja, maar zo dom ben ik niet. Nee, serieus? Nee. ik weet het. Ja. Ja, dat weet ik. Oh, oké, maar dat ga jij niet doen. Nee, ja, zo zie ik er zo stom uit dat ik tegen een robot ga staan lullen. Had ik jou nou net vragen zien, hè? Ja. The next day, we continue the journey in Busan. Here we are in Busan. The city where the interment ceremony will take place at the UN Memorial Cemetery. Het is heel erg gestrekt, dus als je van het ene punt naar de andere gaat, ben je gewoon 1,5 uur onderweg. Ja, dat zou best wel. Dan moet je niet denken dat je in een kwartier van de ene kant naar de andere kant... Nee. The ashes are taken to the location in the morning with a small walking ceremony. Everything is done with much respect. And now we are close to the moment and realize that this is not just a simple journey to Korea.
I used the opportunity to ask what kind of man and father veteran Engbering was. Ja, ik denk, of tenminste voor mijzelf, is dit eigenlijk nog een stukje een eer die ik naar hem kan bewijzen. Zo van, Korea heeft in het teken van zijn hele leven gestaan. Mm-hmm. Hij heeft er vroeger wel heel weinig over verteld. Maar als je aan welke veteraan dan ook van Korea vraagt van hoeveel heb jij daarover verteld, dan allemaal hebben ze eigenlijk niets verteld. Ja. Over de oorlog. Wat ik zeg, dit is gewoon, voor mijn gevoel is dit een eer die ik aan hem nog, een laatste eer die ik kan bewijzen door hem door hier zijn as bij te zetten. Ja. Wat voor man was het? Hoe redde je hem voordat hij begon te dementeren? Ja, ik heb altijd heel veel lol met hem gehad. Rechtvaardig. Ja is ja, nee is nee. En, of je moest echt hele goede argumenten hebben. Maar ik heb me daar altijd heel goed voor bij gevoeld. Uiteindelijk, zoals hij was, daarom ben ik misschien ook militair geworden. Zij heeft jou ook geïnspireerd? Ja, zeker. Oh, ja? Ja, dat is echt 100% zeker. Ik ben blij dat ik hem als vader heb gehad. Ben je zenuwachtig voor morgen? Ja, schrikkelijk. Ja? Ja, en ik moet nog een dag wachten. Ik merk hier al dat het moeilijk is. The next day is the day. Annelies and brother Bernard had to wait for 4 days for this moment. 4 days full of different impressions and emotions. The moment of burial has finally arrived, and it will happen with a beautiful ceremony and a warm farewell. It is up to Annelies to give a short speech. Our father, Edward Engbering, left for Korea on February the 26th, 1952. And immediately upon arrival, he was sent to the front in the valley of Jongmokseo, in the infamous Iron Triangle. On March the 3rd, 1953, he returned to the Netherlands, married that year, and left for Korea again 1 week after his marriage. All his life, he was proud of having fought for freedom in Korea, and it positively influenced his life. Our gratitude is expressed to all who made this journey, and his last wish of these Korean War veterans possible. Kamsahamnida. Gaat het? Ja, goed. Ja? Ja. Ik moest zo meteen naar de schoenwinkel. Oh, hij is er helemaal af. Hij is er nu helemaal af. Oh, heb je hem in de hand? Nee, hij is eraf gevallen. Dat is Nederlandse kwaliteit, dat is van Lier. Hoe gaat het? Nu gaat het wel weer. Het was echt een enorme opbouw. Ja, van spanning. Ik vond het heel mooi. Echt heel mooi. Moest dus echt kort voordat we daarheen moesten, moest nog helemaal hier naar de wc verwellenden. Oh, jezus. Maar bij die speech had ik echt zoiets. Snel, ik moet eraf. Ik vond het dus heel mooi. Ik ben dus ook een heel stuk vergeten. Maakt niet uit. Maar hij heeft een goed gevoel bij nou dat uw vader daar ligt? Ja, heel goed gevoel. Ja. Nou, ik zal af en toe een bezoekje brengen. Doe dat. Ja. Fijn. Hoe was de reis? Een heel vol programma. Je wordt echt geleefd de hele week. Ja, je hebt nauwelijks tijd om iets te ondernemen. Ik heb wel heel veel indrukken opgedaan. Ook mooie indrukken opgedaan. Mm-hmm. Gisteren dat concert was echt super. Mm-hmm. En vandaag de bijzetting was ook helemaal geweldig. Boven verwachting. Echt super.
Weet je, ik heb al eens eerder een militaire bijzetting meegemaakt in Nederland. Nou ja, dat haalt het belang er niet bij hoe ze dat hier in Zuid-Korea regelen. En dat is echt magnifiek. Hoe was de reis voor u? Echt geweldig. Zeer emotioneel, dat wel. Die bijzetting was gewoon echt enorm indrukwekkend. Kun je in Nederland niet voorstellen dat dat op deze manier gaat. En ik ben ook heel blij dat we uiteindelijk hem hier gebracht hebben. Dat wat hij wilde. En dat zal je nooit meer vergeten. Dat is gewoon echt op die manier. Dat kan gewoon in Nederland. En ik hoop dat ze gewoon in Nederland ook wat meer aandacht gaan besteden aan de Koreanen en aan deze oorlog, want dat is wel nodig. Dat hebben we al gemerkt. Ik vond het echt geweldig. Ik had het niet willen missen. Dankjewel. Jij ook bedankt. Ja. Ja, jij ook bedankt. Het is geen verrassing meer, jullie weten het al, denk ik. Ik voel me alleen maar schuldig dat ik... Nee, dat is de soju. Ja, geweldig.